Het rooihuis werd vrijdag al officieel geopend. Maar de eerste bewoners kwamen maandag aan op een nieuwe stekje in één van de 21 zorgstudio's. De eerste drie die zijn inderdaad al binnen. Die hebben hun kamer al ingericht en hebben net al de eerste lunch gehad. En zo gaan we de komende drie weken gaan we eigenlijk elke maandag, woensdag en vrijdag gaan we een aantal bewoners inhuizen. Zodat we stap voor stap iedereen een eigen thuis kunnen gaan geven. En hoeveel bewoners kunnen een nieuwe thuis hier krijgen? Nou, we hebben in totaal hebben we 21 studio's en er kunnen in totaal 22 bewoners wonen. Dus we hebben één studio voor een echtpaar. Ja, de eerste bewoners, ja, je zei net al, zaten al lekker aan de lunch. Hoe lang heeft het in totaal geduurd eigenlijk voordat het nu zover is? Nou, in september zijn ze met de bouw begonnen. En vanaf november zijn wij eigenlijk al bezig met de voorbereidingen voor de opstart. Dus dat betekent dan het personeel samenstellen, maar ook de bewoners kijken wie komt hier wonen. Dus we zijn eigenlijk al een paar maanden bezig met de voorbereidingen. Ja. Ja, nu is het eigenlijk bijna alles klaar. De puntjes kunnen op de i. De tuin moet nog wel aangepakt worden, hè, volgens mij. Maar dat kan ook een beetje naar de wens van de bewoners worden ingericht uiteindelijk. Ja, dat klopt. We hebben nu overal het gras gezaaid. En we hebben al een hele mooie Jeu de Boelbaan liggen. En de terrassen die zijn klaar. We gaan nu dadelijk samen met de bewoners kijken van waar is er behoefte aan. Misschien zijn er bewoners die een moestuintje willen. Nou, dan gaan we een moestuintje aanleggen. Wanneer de bewoners zijn die nog willen bewegen, kunnen we bijvoorbeeld van die beweegfietsjes hebben. Dus zo gaan we kijken van waar is de behoefte aan. En dan gaan we dat voor onze bewoners realiseren. En dat geldt eigenlijk ook zo voor het activiteitenprogramma, begreep ik. Ja, klopt. We hebben 5 dagen in de week hebben we een activiteitenbegeleider. En er wordt eigenlijk in de ochtend worden altijd gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld bewegen of zingen, iets creatiefs, spelletjes doen, kaarten. En in de middag hebben we vaak individuele activiteiten. Dus dan is het bijvoorbeeld een keer iets voor de mannen of iets een beautymiddag voor de vrouwen. Of een keer één op één een wandelingetje doen. Echt op maat doen we dan in de middag wat. En zo hebben we eigenlijk 5 dagen in de week altijd wel een programma voor de bewoners. Zo voelen de bewoners zich snel thuis? Ja, dat proberen we natuurlijk wel, hè, om ze dat gevoel te geven zoals ze dat thuis ook hebben. Ja.